بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن القواعد الأربع. Beginnen met een heel klein schrijfwerk wat inhoudt de vier principiële fundamenten. لماذا ندرس القواعد الأربع؟ Waarom bestuderen wij deze vier zaken? نصيحة العلماء. Het is een advies van de geleerden. وحتى نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. En om de twijfels die gezaaid zijn tegen te spreken. Die zich in deze tijdstip, in dit tijdperk bevindt. Dit schrijfwerk is verdeeld over drie fases. Het eerste gedeelte houdt de oorzaken van gelukzaligheid in. Het tweede gedeelte houdt in waarom wij dit bestuderen, deze vorm van monotheïsme. En de derde categorie is de vier essentiële punten. Wij dienen in de sporen te treden die de geleerden voor ons hebben uitgestippeld. We beginnen met het monotheïsme. وأول ما يبدأ به بالتوحيد الأصول الثلاثة ثم هذا المتن المبارك القواعد الأربع والله أعلم. Het eerste waarmee men begint te bestuderen, het eerste wat men begint te bestuderen is het eerste het voorgaande werk wat we eerder hebben vertaald, de drie vragen van het graf. En daarna volgt dit schrijfwerk die bestaat uit vier fundamenten binnen de islam, oftewel قواعد الأربع.